Dus... Oh. We zijn er weer. Terug bij Cultuur en Actie. Benjamin Herman hier, saxofonist en bandleider van... Ja, hoeveel bands speel je eigenlijk in? Je hebt natuurlijk je eigen clubpie. Ja, New Cool Collective. Daar kennen de meeste mensen mij van. Maar van alles eigenlijk. Het is mijn vriendenkring en muzikantenkring is vrij groot. Dus het varieert vanuit de pophoek naar jazz en alles wat daar een beetje tussen hangt. Wat heb je bij je? Een dagboek? Nee, ja, dit heb ik gewoon altijd bij me. Voor het geval dat ik iets vergeet. Maar ik had een to-do-list gemaakt in maart. En ik zat even te kijken of wat ik er allemaal eigenlijk van heb. Maar in maart voor 12 maart of daarna? Nee, op 12 maart. Wat heb je opgeschreven? Ja, het is een hele lijst en er is echt helemaal niks van terechtgekomen. Oh, nu ben ik nieuwsgierig. Vertel. Nou, gewoon al die administratie. Ik moest mijn bonnetjes nog doen. Dat ja, je bonnetjes is natuurlijk heel belangrijk. Ik denk dat meer mensen hun bonnetjes wilden gaan doen. Ben je te laat voor de belastingaangifte? Nee. Dat heb je goed gedaan. Nee, dat heb ik al meerdere keren meegemaakt. Dat wil ik nooit meer. Dat wil je niet. Nee. Hey, wat mis je het meest op dit moment? Ja, optreden natuurlijk. Ja, ik mis het sociale aspect van het optreden. Ik moet zeggen dat ik... ik vond, als het even over mij gaat... Ja. Vond ik het persoonlijk fijn om een keertje in mijn leven een langere tijd... de druk niet te hebben van optredens. Want ik heb wel last van... Oh, ik zie er heel rustig uit, maar... als ik met goede muzikanten moet spelen... dan ben ik toch altijd last van onzekerheden en dat soort dingen. En ik moet dit nog studeren en ik moet dat. Dat kan ik eigenlijk nog niet zoals ik het zou willen. En dat was een tijdje weg. En dat was want ik las ergens een interview met je. Ik weet niet waar het was. In NRC of de Volkskrant. In ieder geval dat je ontspannen was. Mm-hmm. Zin. Ja. Bijna. Ja, ik vond het heel fijn voor mezelf in het begin. Eventjes. Want ik liep al eigenlijk wel al een paar jaar gewoon echt benen uit het lijf. Ja, meer dan een paar jaar. Waarom? Waarom heb je jezelf het zo druk gemaakt? Nou, dat is dus deze hele sector. Dat doe je uit liefde. Weet je vindt het is iets wat de mensen leuk vinden om te doen. Of het nou zeg maar iemand is die bij een platenmaatschappij werkt, of bij een boekingskantoor, of die die achter de camera zit. Of in, Doe je het ook om je New Cool Collective aan de praat te houden? Om werk te verschaffen voor mensen die met je samenwerken? Dat ik hier zit. Nee, dat je zoveel optreedt en overal bij wil zijn. Ja, nou zeker. Het is, de meeste mensen waar ik mee speel, dat zijn vrienden van me. En daar hebben we het heel leuk mee. En de een die heeft een een lesbaantje ernaast en de ander niet. En mensen zonder zeg maar een dayjob, zoals we dat noemen, die hebben nu geen inkomen. Ja. Dus dat is wel een wat hoor je voor verhalen van de mensen met wie je speelt? Nou, een vriend van mij die moet de bijstand in. En die moet gaan solliciteren en dat soort dingen. Dus dat vindt hij niet zo leuk. Hoe gaat het met jou wat dat betreft? Met mij gaat het goed. Ik doe. Ik geef les op het conservatorium in Rotterdam één dag en ik maak podcasts voor de NPO. Dus dat is een basis, daar hoef ik niet aan de tozo, zeg maar. Ja. Je hebt geen gebruik gemaakt van de regelingen die er zijn? Nee, want het is ook... ik ben blij dat ik niet hoef van die tozo, die is niet genoeg om van te overleven. Ja. Ja, er zijn ook mensen in deze periode die... een hele andere vibe, zou ik bijna willen zeggen, krijgen, omdat ze... reflecteren, nadenken over zichzelf, of wandelingen maken. Dat heb ik ook gedaan. Ja? Ben je wandelaar? Ja, mijn vrouw en ik vinden het toch wel eens leuk. Gewoon schoenen aan en een beetje door... niet in het buitenland nu, maar normaal. In Nederland? Ja. Het is heel fijn. Ik ben ook een wandelaar. Mm-hmm. Het is heerlijk om te doen. Ja, het is heel goed, zeker in deze tijden, voor je hoofd. En het was een tijdje ook heel lekker rustig. Waar ben je naartoe geweest? We zijn in Leerdam geweest. En we zijn bij Woudrichem geweest. Dat mooi. Was heel mooi. Maar Leerdam was heel mooi. Maar ja. Dat is echt voor de leuk. Maar ik zit wel elke dag saxofoon te studeren. Toch? Ja. Om de virtuositeit niet te verliezen. De souplesse. Ja. En ik heb ook... Merk je dat het iets achteruit gaat? Omdat je toch minder speelt voor het publiek?
Nou, ik heb een paar van die livestreams gedaan. Want dat vind ik ook heel belangrijk om te melden vandaag. Want er zijn heel veel mensen zijn nieuwe dingen aan het opzetten. En dingen aan het uitvinden om muziek toch nog te laten horen via het internet. Weet je. Worden allemaal nieuwe dingen bedacht. En daar zijn mensen waar ik mee te maken heb gehad, die zijn er ontzettend hard mee bezig om dat op te zetten. En dat vind ik, naast van al het vervelende wat er gebeurt in de sector, vind ik het ook heel tof om even te benadrukken dat er wel degelijk mensen zijn die... Ja, want daar hebben we het net over. Van welke nieuwe innovaties komen hieruit voort? En met name de jonge generatie die veel makkelijker met schermen uit de voeten kan. En die misschien het niet eens zo erg vindt dat ze bijvoorbeeld niet in de collegebanken zitten, om eens wat te noemen. Maar ja, het live aspect van een optreden, dat kun je toch niet nadoen? Nee, en dat is... Dat is een gek iets, want ik merk dat ik zit dan te pielen thuis in mijn... ik heb een soort bezemhok waar ik saxofoon kan spelen. Zitten er eierdozen in om de buren te beschermen? Nee, nog net niet, ja. Dat ken ik inderdaad. Maar dit is... dus dan zit ik met een metronoom allemaal dingen te oefenen die ik al lang had moeten oefenen. En daar heb ik nu tijd voor, maar... Ik heb af en toe zo'n livestream gedaan en dan zit je voor allemaal camera's te spelen. En dan is het toch een heel ander soort muziek wat eruit komt. Als je te veel studeert en te weinig optreedt. Ja, je moet de interactie, de communicatie met het publiek... Is de ziel er een beetje uit? Nee, het komt wel weer terug. Hoor. Nee, dat snap ik. Maar als je zo speelt. Ja. Je krijgt carte blanche van me. Je mag vanavond optreden op een podium naar keuze. Waar ga je naartoe? In Nederland? Waar jij wil. Waar ik wil, ja, dan wil ik het liefst gewoon op een vliegtuig naar Tokio. Dat is... Ik had wat dingen ook gepland met, om muzikanten hierheen te halen uit Japan. Om mee op te nemen. Dat heb ik allemaal moeten uitstellen. Maar jij gaat daar naartoe. Heb je een venue? Ja. Waar treed je op in Tokio? Ja, dat zijn meerdere dingen. Maar ik vind de Blue Note in Tokio, dat is een hele fijne plek. Ja? En die mensen zijn super aardig. Niet de Blue Note, de iconische Blue Note in New York. Nee, maar ze hebben daar, het is geleerd aan New York. Nee, dat snap ik. Maar je kiest voor Tokio en niet voor New York. Ja, zeker weten. Ja? Ja? Waarom? Waarom is dat beter? Ik ken de Blue Note in New York, niet in Tokio. Ja. Nou, ik vind mensen veel leuker in Japan. Ja? Ja. En het is ook niet zo moeilijk om het land in te komen. En je hoeft geen geld te betalen om op te treden. Dat is in Amerika. Is dat, die grenzen die waren al potdicht. Als je daar iets wil toevoegen. En in Japan is het makkelijker, ja. Hey, nou, ik wens je heel snel een optreden toe in Tokio, Japan. Maar het zal wel eerder ergens in Amsterdam zijn, denk ik, hè? Ja, dat denk ik wel. Maar er zijn nogmaals, heel veel leuke dingen die aan de gang zijn nu. Op Facebook en op YouTube en op Instagram. Allemaal mensen die allemaal te gekke filmpjes aan het maken zijn. En, dat is leuk. En initiatieven. Dus dat is genoeg aan de hand. Nu. Precies. Hey, twee dingen nog. Zet je naam op de muur. En hoeveel mensen mogen we bijschrijven hier op bij dat cijfer wat daar staat, die nu in jouw omgeving te kampen hebben met corona en dus geen werk hebben? Ja, dat zijn echt heel veel. Want mijn boek Noem is... Een nummer. Ja, een nummer. Ongeveer. Het loopt tegen de 100 aan. Het zijn allemaal bandjes, allemaal managers, allemaal boekers, alles. Staat erbij, 100 staat erbij. Okay. Benjamin, super bedankt dat je er was. Zet Dank je naam op de muur. Voor de uitnodiging. En du moment dat ik kan, kom ik naar je kijken live ergens waar je bent. Dankjewel. Jij bedankt.